We gingen bijna zelf de velst op. We gingen ze wat met de hele bus gewoon afgrond in. Hoppakee. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zie er een beetje apart uit. Want ik ben net wakker en ik heb gewoon kleren aangedaan. Ik heb zelfs de joggingbroek aan van D. Het ziet er echt super belachelijk uit. Maar ik heb er wel een lekker kontje in. Twerk, 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 twerk. Anyways, ik heb net heerlijk ontbeten samen met Sonny, Day, de moeder van Day, met Nika en met Quinn. Maar Quinn en Day die zijn zo net naar school gegaan. En Sonny en ik gaan zometeen weer naar mijn nieuwe woning toe om de bus uit te laden. Want die zit helemaal vol. En ik ga straks de lading van de bus even laten zien. Maar eerst ga ik naar de badkamer en ga ik heerlijk even douchen. Ah, ik heb echt geen zin om te douchen. Maar ik weet zeker dat als ik heb gedoucht, dat ik het weer heerlijk vind. Maar dat heb ik altijd. En ik heb het gevoel dat ik altijd bekeken word. Jij vieze gluiperd. Ik ben weer helemaal fris en fruitig. We gaan er tegenaan, dames en heren. En ik ga aftellen van 3 naar 1. En dan ga ik de lading van de bus laten zien. 3, 2, 1... Gaan we, jongen? Gaan we. Was jouw idee, hè? Mijn idee. Oh. Het is zo vroeg. Het is fucking vroeg. Het is zo moeilijk zo'n bus besturen. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus. We moeten niet vergeten om alles netjes terug te leggen. Op de goede plek. Van wat? Dus een camera en zo. Want anders gaat die dingen vermoeden. Ja, ik heb ik ook niet, dus dan moet ik het ook gaan doen. Nou, dan doen we het, doet hij dit maar knippen. We zijn er al. Ik voel me echt een huisje zo, joh. Gewoon hier achter die auto's neerzetten, toch? Ja. Ik zie echt niks met deze bus, joh. Klein stukje naar voren. Handremmetje erop. Yay! What the fuck? Oh mijn god, mensen. Dit was echt niet leuk. Ik kreeg een hartverzakking. Ik liep naar buiten en in één keer de bus is weg. Terwijl ik de sleutel in mijn handen heb. Dus ik zei tegen Sonny van nee joh, dit kan niet. Wat? Nee, dit kan niet. Dit heeft de moeder van D gedaan. Want gisteren maakte ze ook al een grapje met me met die bus. Dus ik liep naar binnen. Dus ik zei tegen de moeder van D van nee, dit heb jij gedaan. En toen begon ze een klein beetje te lachen. Ik zei, jij hebt het gedaan. Jij hebt het gedaan. Ze zei, nee, ik ben bloedserieus. Ik heb het niet gedaan. Ik lach wel, maar ik heb het echt niet gedaan. Dus ik zei, dit moet wel. Ik zeg, José, ik krijg een hartverzakking. Ik kan het echt niet aan. En toen liep ik naar de voorkant van het huis. Stond de bus daar ook niet. Ik raakte helemaal in paniek. Ik zei, nee. What the fuck? Oh, mijn shit staat erin. Holy shit. Oh nee, dit kan niet. En in één keer die motherfucking Sonny zei, ja, hey, vanochtend hè, moest ik de wekker zetten van D. En toen vroeg D aan mij, ja, je moet die bus van Enzo verplaatsen. En dan pak ik hem eindelijk een keer terug voor alle streken die hij ooit bij mij heeft gedaan. Nou, fuck you, D. Holy shit, je had me echt goed te pakken. Oh, allebei, niet normaal. Oh, ik raakte echt in paniek. Ik zweette me meteen dood. Ik ben wel meteen vet goed wakker. Maar nu moet ik de bus nog maar zien, hè. Pas als ik de bus heb gezien, ben ik pas echt weer helemaal rustig. Dus we lopen hier nu de hoek om. Als het goed is, staat hij hier toch, Sonny? Als het goed is wel, maar ik weet het wel ook niet. Straks is hij echt genakt. Hij is weggehaald door de politie of zo. Slecht ingeparkeerd. Oh. Holy shit, hij staat er helemaal aan het einde. Oh, ik ben zo blij, hè. En ik nog tegen jullie zeggen, ik laat de lading zien van alles wat erin zit in 3, 2, 1 en komt die fucking prank. Jongen, jongen. Nu laat ik wel echt de lading zien in 3, 2, 1. Tada! Hij is echt helemaal volgepropt. En wow, yo, Sonny. Ja. Oh, sick man. Oh, wil je vasthouden? Ja. Nice is dit, gek. Ik was vanochtend, serieus, de hele ochtend op zoek naar kleren van mij. Oké, dan ga ik even de bus induiken, tot zover het kan, want we hebben het echt gewoon helemaal volgepropt. Oh, check trouwens deze.
Wow! Die is echt sick, hè? Ja, man, hij lijkt wel echt. Die lijkt echt echt. Het is niet normaal. Dikke shout-out naar Wouter Boon. Hij is echt een fucking baas. Hij kan tekenen als een motherfucking Frankenstein. Hoe heet hij? Frankenstein, volgens mij. Wat slecht, dit is echt te slecht. Frankenstein, zo heet hij. Ja, weten we wel, maar maak gewoon een dolletje. In ieder geval, ik wil die. Die, ja, ja. Oh, kom op. Ah, yes. Deze wilde ik hebben, want deze zit zo chill. Wee, yo, ik doe de radio aan meteen. Maar de bus is gestart en moet je horen. Hoppa kaas. En die mensen, wat Sonny net zei, die zullen wel gedacht hebben, jongen. Om 7 uur 's ochtends stond hij op om de bus te verplaatsen. En die mensen denken, wat de heck gebeurt hier, joh. Dikke bus voor onze huis. Oh, damn. Ik ben nog steeds een beetje in de war. Maar oké, okay. We gaan naar de nieuwe woning. Let's go. Je hebt ze ook nog wakker gemaakt. Ook nog wakker? Ja. Misschien wel, het is 8:15. Oh. Je doet het net. We gaan snel weg. Okay. Kom daarna maar naar de bus, ja? Ja. Dames en heren, Sonny en ik zijn meteen keihard aan de slag gegaan. Want ja, voordat je het weet is zo'n dag alweer voorbij. Dus we hebben meteen alle spullen voor mijn werkruimte hebben we hier in de knolhol gezet. Ja, dat is de naam die jullie hebben bedacht, knolhol. En hier ga ik dus altijd aan de slag voor YouTube. En nu is het alleen heel erg belangrijk dat ik heel erg snel een bureautafel heb. Zodat ik hier ook echt daadwerkelijk aan de slag kan. Zodat ik al mijn YouTube video's vanuit hier kan uploaden. En niet meer vanuit DH huis. Ik bedoel vanuit deze huis. Ik zeg altijd vanuit DH huis. Maar dat klinkt inderdaad een beetje lelijk. Als we dan hier doorgaan naar de badkamer zie je al dat er een matje ligt. Voor de rest nog niet zo heel erg veel. Hier zie je op Davy's kamer dat er al twee, hoe heet het eigenlijk? Beddenbodems, juist. Ik moest heel even op het woord komen. Beddenbodems liggen. Nou, hier zijn ondergepieste matrassen die Davy gaat gebruiken. Zijn niet ondergepiest hoor, die matrassen zijn gewoon al heel erg oud en dan krijg je dat gewoon. En dan hier zie je al dat ik wat op mijn eigen kamer heb neergepleurd. Hier wat kleren in de kasten. Hier ook al wat kleren. Het enige... Wat zei je? Nee, dat heeft D gedaan. Dankjewel, lieverd. Het enige wat we dus nu nog moeten doen, is eventjes het bed vanuit Hilversum hierheen halen. En al het vuilnis in Hilversum weggooien. En de rest, wat allemaal nog opgeknapt moest worden in Hilversum, opknappen. En voor die klus heb ik gelukkig hulp gekregen. En nu ga ik weer zoals altijd eerst even een vraag aan jullie vragen en dan hem zelf beantwoorden. Maar komt ie. En nu zullen jullie je afvragen... Maar wat voor hulp krijg je dan, Enzo? Van wie? Van mijn lieve moeder! Oh. En ze is al heel erg... Waarom zijn ze zo zwaar, hè? Nou, je hebt de lekkere zitzak al gevonden. Ik heb liever niet verder bij kruimen. Ik ga vandaag hulp krijgen van mijn lieve moeder en de vriend van mijn moeder. En ja, laten we dit gaan doen. We stappen meteen in de bus, dan gaan we naar Hilversum en dan gaan we aan de slag. Een regenachtige reis achter de rug gehad, maar deze kamer is al helemaal klaar. En als we dan naar mijn kamer gaan, dan zie je, de grootste struggle die we gaan meemaken, is dit ongelooflijk grote bed uit elkaar halen en meeslepen. En wat we uit elkaar gaan halen, is deze kast die ooit de ouders van Dave voor mij hebben gemaakt, die echt super vet is. En ik denk dat het zonde is als ik dat hier laat hangen, dus die gaan we eruit halen. Gaat vast wel even wat tijd in beslag nemen. Maar ik hou jullie op de hoogte natuurlijk. Zo, het schiet ongelooflijk erg op. En ik had niet verwacht dat we het in zo'n korte tijd konden doen. De kapstok. De kapstok. Ik bedoel, de kast. Die is er al helemaal vanaf. En hier hebben we het bed. En de achterkant, oftewel het kopstuk, is er vanaf. Nu alleen nog het matras helemaal in de vrachtwagen doen. En dan dit matras. En deze vallen echt heel erg mee. Die kan je hier ook bij een heel makkelijke handvat meenemen. En dan het allerzwaarste, denk ik, is de onderkant. Maar ook die, zoals je ziet, kan door tweeën. Dus dan is het even een kwestie van wat schroefjes daar uithalen. Moet ik even onder het bed gaan duiken. En dan halen we die uit elkaar. En dan al het vuilnis mee. En dan komen we al een heel eind. Pak ik de boormachine. En nu, dames en heren,
En ik heb een klein beetje, ik weet niet wat het is, claustrofobie. Gewoon last van hele smalle ruimtes waar ik eigenlijk nog maar net tussen pas. Ik heb ook wel eens op tv, heb je een tv-zender van overleven in het wild. Een week lang, zonder enige hulp. Behalve een starterspakket van een pakje lucifers en een mes ofzo. En dan gaan ze ook soms grotten in. En grotten waar je echt nog maar net in kan. En dat je als je een grot ingaat met je lichaam, dat je niet je lichaam kan draaien. Dat je maar één kant erin kan gaan. Oh, ik zou helemaal in paniek raken. Nou ja, nu heb ik die ervaring een klein beetje. Ik doe nu alsof dit een grot is. Stelt eigenlijk helemaal niks voor. Maar dan ga ik er zo onder mijn hoofd. En nu kan ik mijn hoofd verder niet bewegen dan dit. Dus dan moet ik er zo... Hop! Oh! Oh, dit gaat allemaal net goed. Oh, dit vind ik echt heel erg eng. Klinkt misschien heel dom. Maar dit is lastig. En dan pak ik de boormachine. En dan... Nu moet ik deze schroefjes hierboven... De uitschroeven. Maar dat kan ik niet doen als ik film. Dus ik check jullie zo. Oh, mama. Alsjeblieft. Dankjewel. Dames en heren, het is me gelukt. Ja, het lijkt net of mijn hoofd is geplet, maar... Oh, nee, mijn pet. Oh, mijn god, dames en heren. Oh, yes. Alleen deze twee bodems nog. En dan is het klaar. Het ziet er heel erg goed uit, dames en heren. En die deur, die zat er eerst helemaal niet in. Maar die heb ik er zo net nog eventjes ingezet, samen met Gert. En hier heb ik even een klein beetje partypopperhoop naar elkaar toegeveegd. En mama, ja? Wat vind jij er eigenlijk van dat ik weer ga verhuizen? Nou, laten we zeggen, het blijft in de familie. Want hoe vaak ben jij nu al verhuisd? 20 keer. 20 keer? Ja. En dit is volgens mij mijn 11e keer. Nou, dan kom je dichtbij. Dan kom ik heel dichtbij. Ik ga nog niet weer verhuizen. Nee, ik ook niet. Ik heb sowieso ook een jaarcontract. En hier was het een halfjaarcontract, dus ik moet sowieso een jaar daar wonen. Ja. Dus als ik ga verhuizen, is het pas wel over een jaar. Maar daar ga ik niet van uit. In ieder geval, heel erg bedankt dat je hebt meegeholpen met verhuizen. Het scheelt wel dat je de knolpower trui aan hebt, want dat, ja, dan heb je veel meer krachten. Dus dat scheelt heel veel. En nu is het eigenlijk hier nog alles een beetje schoonmaken. En dan zijn we er helemaal klaar voor. We hebben de hele achterkant van de bus hebben we weer volgeladen. En die ga ik maar even laten zien nu. Troep, allemaal troep. Zowat. Ja, alleen mijn bed staat erin. Voor de rest alleen maar troep. Maar ik laat het wel even zien nu. Wauw. Alles wat je hier ziet staan aan de voorkant, dus van hier tot en met daar, kan allemaal weg. Dus dat gaan we nu allemaal naar de vuilstort brengen. Helemaal achteraan zie je mijn bed staan. En alleen dat hoeft mee naar mijn nieuwe woning. Kunnen we dat uitladen en dan schieten we heel erg op. Oh, hier komt nog één zakje erbij. Oh, dit gaat zo heerlijk. Ik zat er zo tegenop. Ik zal het heel eerlijk zeggen. De laatste dingen hier zat ik heel erg tegenop. En ik dacht dat het allemaal heel erg veel tijd in beslag zou nemen. Dus ik was een klein beetje chagrijnig. Ja, Enzo kan ook chagrijnig zijn. Maar wauw, ik ben weer helemaal vrolijk. Want we zijn al klaar hier in Hilversum. Dus, let's go! Oh, jongen. Oh, ik word gebeld. Oh, jeetje, dames en heren. Wat gaan wij nu doen? Wij zijn gewoon verkeerd. Wij stonden al op een plek hier. En we dachten, dit is niet goed. Hier kunnen wij nooit ons afval kwijt. Maar we zijn ook gewoon verkeerd gereden. Er kwam een man naar ons toe en we moeten een afslag eerder erin of zo. We gingen bijna zelf de velstoep. We gingen zowat met de hele bus gewoon de afgrond in. Hoppakee, meteen al het vel weg. Net de rand weg. Zo, dames en heren, we zijn alles aan het leeggooien. Hoppakee. Zo, hier wil je niet graag invallen. We moeten nu alles scheiden. Van ijzer tot papier, karton, hard plastic, restafval en zacht plastic. En dat zijn we nu aan het doen. En het gaat heerlijk. Het gaat supergoed. Het zonnetje komt ook nog even schijnen. Dus we gaan lekker. Ik loop even snel naar boven voor jullie. En dan ga ik laten zien wat hier allemaal is gebeurd. We hebben een klein beetje haast, want Dedy gaat vanavond uit eten met haar klas. We hebben hier... Je kan het niet zo heel goed zien, maar het kopstuk van het bed staan. Met hier de matrassen. En hier op mijn kamer staat de bodem al. Dus dat scheelt heel erg veel. Hier nog de top met de kussens, met de dekens. Dus we zijn alweer een heel stuk vooruit gekomen. De hele bus hebben we alweer leeggehaald. En wat we nu dus gaan doen, aangezien de bus leeg is, gaan we naar haar huis. Of ik bedoel, naar deze huis. Moet ik echt gaan leren, hè? Verdomme. En dan gaan we heerlijk met z'n allen, inclusief mijn moeder en Gert, lekker gezellig eten. Behalve D helaas, want die gaat uit eten met de klas. Ik wil niet.
Voor als je klasgenoten kijken, je vindt ze wel leuk, hè? Is maar een grapje. Anyways, we gaan daar nu heen met de bus. En dan na het avondeten ga ik nog even met Sonny verhuizen. Want we missen één ding in de keuken. En jullie mogen raden wat het is. En dan over een paar minuutjes zal ik wel vertellen wat het is. En dan kan je kijken of je het goed hebt. Let's go naar deze huis. Zo, ik heb echt hier... Sorry, ik bedoel... Ik heb net heerlijk gegeten, samen met mijn moeder en Gert en de hele reutemeteut. Het was echt fucking lekker. Het was echt lekker, man. Bami, met fucking saté, kroephoek, alles erop en eraan. Toetje erbij. Niks meer aan toe te voegen verder, het was echt delicious. Mijn moeder en Gert zijn net de auto ingestapt, die zijn er vandoor gegaan. Ik heb 2 fietsen ingeladen met een koelkast. Yes! Heb ik ook een koelkast. En die 2 fietsen, hoe dat allemaal zit, dat ga ik straks uitleggen. Ik doe heel even het raampje naar beneden. Hallo, goedenavond. Dit is een groepie van je, ik wil je graag een hand geven. Wil je een hand geven? Ja. Dat mag. Hoe heet je? Julius. Julius? Ja. Zeg maar hallo. Hoi. Kijk eens aan. Ik kijk altijd mijn video's. Ja. Ja? Mijn vlogs ook. Vind je het erg als je in mijn vlog zit? Nee? Vind je vader het ook niet erg? Fantastisch. Kijk eens aan. Heel even een momentje hoor. Ik spreek jullie zo weer. Ik ga even uit de auto stappen en dan ga ik naar het bange zusje toe. Dan ga ik haar even verrassen. Let's go. Ze schrok er helemaal van. Echt super schattig. Ik heb eventjes kennis gemaakt. En echt een super aardige vader. Echt een fucking baas. Dus dikke shout-out naar jullie alle 3. Nu ben ik hier samen met Sonny in de nieuwe crib. Yes. Wij gaan als eerste naar boven, naar de slaapkamer. Want wij gaan het bed in elkaar zetten. Ik zag al de camera in de... Oh, kijk fuck! Ik heb mezelf verraden! Lekker. No, gek. Ik zag jou even staan, ik dacht ja, ik kan naar binnen lopen. Shit! Maar... Shit! Ik had het niet eens. Vanmiddag wel. In ieder geval, het bed staat hier. Nu gaan we hem in elkaar flansen. Wauw! Wat hebben we heerlijk gewerkt. En je kan dat ook wel zien, want er is zeker weten resultaat. Het hele bed zit in elkaar. En we hebben hem echt perfect als een baas in elkaar gezet en helemaal opgemaakt. En daarnaast, de hele kledingkast is vol. Die kledingkast is half vol. Ik heb heel erg veel was van Hilversum heb ik nog hier beneden liggen. Dus dat moet ik nog allemaal gaan wassen, maar dat komt helemaal goed. Wij gaan nu, want het is ondertussen alweer aardig laat in de avond, gaan we naar beneden en gaan we nog heel even de koelkast aansluiten. Want er moeten nog wat spulletjes in. En dan gaan we de bus pakken. En dan ga ik de bus terugbrengen. Want ik heb in 2 dagen tijd gewoon alles van Hilversum hierheen gekregen. Met dank aan Sonny natuurlijk. Davy en Dave, mijn moeder en Gert. En sorry als ik iemand vergeten ben. Maar dat zijn de mensen die de meeste dingen hebben gedaan, geloof ik. Dus dat is echt super relaxed. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Zoals je ziet moet er wel overal op elke kamer nog een lamp komen. Maar kan ik even met Dave naar de bouwmarkt gaan. En dan kunnen we even lampen gaan aanschaffen. We moeten nog wel aardig wat dingetjes opgehangen worden hier en daar. En mijn kamer is natuurlijk nu nog niet af, maar het is wel voor grotendeels al klaar. Ik wil het liefst hier misschien een soort van kastje en dan een tv erop of de tv hier op een of andere manier laten hangen. Dat ik een plank tegen de muur aanzet of dat ik daar een beugel doe van de tv. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval dat als ik in bed lig, dat ik chill een filmpje of iets kan kijken. Of mijn eigen YouTube video's, want zo ben ik. Dat zal wel fucked up zijn, man. Ja. Als je het al geëdit hebt ook nog, dat je het nog een keer gaat terugkijken. Ja, dat je gewoon in je bed je eigen video's die je zelf edit dan ook nog eens weer gaat kijken op het scherm. Oh, anyways, wow, dat is wel een dikke ego. Kapsoon is alles. Mooi even. Oké, wij gaan even die koelkast fixen. En dan gaan we de bus terugbrengen, want die hebben we dus niet meer nodig. En we hebben 2 fietsen in de bus staan. Want dan kunnen we vanaf de plek waar we de bus hebben gehuurd, waar we hem dus terug moeten brengen, kunnen we... Holy shit, ik ga straks filmen wat Sonny in zijn handen heeft. Dat is echt kicken, man. Gaan we met de fiets, gaan we vanuit daar gaan we naar Dees huis. En dan gaat Sonny in de auto, gaat hij naar zijn huis. En dan ga ik lekker bij Deetje in bed kruipen. Want die ligt al in bed, want die moet morgen gewoon weer vroeg opstaan naar school. En deze dingen, die gaan we op de spaken doen, gek. Ja, man. Oh mijn god. Dus we moeten wel iets... we gaan nog een keer zeggen. Oh, nice. Kan die gewoon aanblijven? Nee, dat is mooi.
sowieso dat we dat gaan filmen. Man. Ja, man. Dus jullie gaan nog vette dingen zien. Komt goed. Zo, we stonden zo net bij een tankstation en die was dicht. Daar kon je niet tanken. En hier ben ik bij een tankstation en dan kan je met een pinpas tanken. Want bij die andere heb je medewerkers, maar die waren al dicht blijkbaar. Zo laat is het. Door de week en zo laat naar bed. Oh, mag eigenlijk niet. Maar, mag wel, fuck it. Ik heb nu de dop eraf gehaald. Ik schrok eerst even. Ik dacht, shit, wat moet ik erin gooien? Maar er staat hierop op de dop. Ja, jullie kunnen het denk ik niet zo goed zien, maar er staat diesel op. En daar ben ik blij mee. Dus ik ga nu even diesel tanken, want dat kan hier gewoon. Je hebt ook echt maar keuze uit twee dingen. Het is diesel of het is gewoon euro ongelood 95. En dit is altijd de regel als je een busje huurt. Voordat je hem gaat terugbrengen, moet je de dichtstbijzijnde benzinestation opzoeken. En dan moet je hem helemaal volgooien en dan moet je hem brengen. En dan het bonnetje van het tanken moet je hem volgens mij ook nog erbij doen. Dus die gooi ik straks in de auto. En dan zijn we bijna helemaal klaar. Yeah. Hey yo, dikke swag. Oh my god. Blijft hij zitten? Ja. Ja, gek. Zie je het goed? Ja. Ja, nu, hier hebben we nog een klein beetje licht, maar in het donker is het helemaal chill. Ja, man. Oh, swag, man. We gaan in stijl naar huis, mensen. Wow, yo, keihard, man. Sonny is net naar huis gegaan. Echt een dikke, dikke shout-out naar Sonny. Hij heeft me echt super goed geholpen. Dus thanks daarvoor. En nu ben ik mijn telefoon aan het opladen via zo'n verlepte accu ding of zo wat je mee kan nemen. Ik heb het nog nooit gedaan. Volgens mij gaat het echt ziek sloom. Ik heb ook echt een hele goedkope versie. Het ding is geen eens van mij trouwens, is iemand van hier. Maar het was zo net nog heel even een beetje spannend. Want ik heb iets van 10 minuten voor de deur gestaan, want er deed helemaal niemand open. Iedereen die sliep hier al. En ik heb D iets van 6 keer gebeld. Ik heb Quinn iets van 3 keer gebeld. En ze namen allebei niet op. En toen toch plotseling kwam D naar beneden en deed de deur open. Dus die is meteen nu ook weer naar bed gegaan, want die sliep al. Dus oh, godzijdank, ik ben binnen. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En je merkt dat ik kom moeilijk uit mijn woorden. Ik moet echt gaan slapen. Het was weer een hele lange dag. Hopelijk checken jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power.